Dat is een Marokkaanse limousine.
after the clock, 7 o'clock in the home home. And alles tot in de puntjes geregeld hebben. Maar vandaag moet ze toch een hoop aan handen geven. En wordt al veel voor haar geregeld. En lijkt me dan wel fijn. Als ze zelf niet hoeft te doen. Als dochter van een echte kampersfamilie is het heel belangrijk dat de haren in de juiste vorm zitten. Nou, en die heeft ze veel. Jullie samen hebben het heel erg druk. Zijn bij veel dingen betrokken in Kneuvenland en staan voor veel andere mensen klaar. Bijvoorbeeld bij het leren van de sketch, het meehelpen bouwen van een carnavalswagen en muziek maken en God weet nog veel meer. Mijn toer uit de Moerputten en Margaretha van Toontje de Klipper uit Stikkerslaand. Fijn jullie samen met je beide families hier onder de kleutertjes in zitten. En ik ben er dan ook erg trots op dat ik jullie straks in de onrecht met elkaar mag verbinden. Dat Cornelis hier zit is toch wel heel bijzonder, dat hij daar nog tijd voor heeft. Want zoals jullie natuurlijk ook al weten, is Cornelis een heel druk baasje. Hij maakt muziek bij de fanfare, overschot en waar ze hem ook maar vragen, draagt hij zijn trompet daarbij. Bouwen voor de optocht en van alles hiervoor regelen. Ook klopt de jeugd bij Cornelis nooit voor niets aan. Hij helpt hen met het bouwen van de carnavalswagen en verdere hand- en spandiensten. Margaretha van Toontje de Knipper. Toch wel een heel bijzondere naam, maar het maakt nog maar eens duidelijk dat Margaretha uit de echte kappersfamilie komt.
En haar vader, haar echte vader dan, er ook heel erg blij mee was met deze achternaam. Margaretha, je moet niet zelf alles zo'n beetje organiseren. En dan moet het ook tot in de puntjes geregeld zijn. Maar in de aanloop hier naartoe heeft ze niet alles zelf in de hand gehad. Ze wist eigenlijk maar heel weinig van de boerenbruiloft in Kneuterweld. Want op zaterdag met carnaval ging ze altijd met haar vrienden naar Helvoort carnaval vieren. Margaretha had wel eens laten volgen, als jullie willen dat wij op de boerenbruiloft komen, moet je jullie maar een keer vragen om bruidegom te zijn. Dus zo ging het ook toen wij als kleuters bij Margaretha binnenkwamen. Ze dacht echt dat we voor jullie kwamen, dat we jullie kwamen vragen. Nee, nee, het was Margaretha zelf die het ja-woord aan de kleuters moest geven. Ook daar hoeven zij niet lang over na te denken. Cornelis de Bedrijfsmonteur uit de Moerkutte. Wilt gij tijdens deze carnaval Margaretha van Toentje de Knipper uit Stikken slaan als bruid? En zul je heel goed op haar passen? Wat is hierop uw antwoord? Dat zal ik doen. Margaretha van Toentje de Knipper uit Stikkerslaand. Wilt gij tijdens deze carnaval Cornelis de Dwarfsmonteur uit de Moerkutte als je bruidegom? En beloof je heel goed op hem te passen? Wat is hierop uw antwoord? Zeker ook doen. Dank je wel. Dan wil ik u nu vragen om elkaar de ringen aan te schuiven. Wilt u die bij de bruid ontvouwen? En Margaretha, wilt u deze bij Cornelis aanschuiven? Ja. Hij kan er even.